Yo mensen, 10 keer op jouw beeldscherm en eindelijk weer een video vanuit de Efteling. En je hoort de muziek. We zijn in het nieuwe themagebied met Marcus. Jongens, ik ga jullie... Precies, we gaan jullie het nieuwe themagebied laten zien en alles uitleggen over wat hier nog gaat gebeuren. Dus start de intro. Ja, maar met wie ben ik dan in hemelsnaam? Jongens, ik moet jullie eventjes iets vertellen. Samuel, die heeft last van corona. Ja, dus ik kan er helaas niet bij zijn, weet je wel. Dus ik dacht, dan moet ik of alleen, of ik neem iemand mee. Dus ik ben even Dus ik heb gekozen voor... Marcus. Marcus is mee. Hele goede vriend van mij op school. En we zijn eindelijk weer in de Efteling. Het is eindelijk af. Het is echt waanzinnig mooi. Ja, jullie hebben net wat beelden gezien van de nieuwe attractie, de Sirocco, de vervanger voor Monsieur Cannibal. We zijn hier dus in het nieuwe themagebied, de wereld van Simbad, en er zijn allemaal special effects, heel special effects. En dat water springt in de lucht, de boeien bewegen, er is van alles en nog wat, maar het is nog niet klaar. Tico, nog niet klaar, het is helemaal af, kijk dan. Ja, dat klopt, maar luister, het panorama restaurant wordt helemaal omgetoverd in de stijl van 1001 Nacht, de wereld van Simbad, dat ben ik wel. En zelfs de vogelrok wordt helemaal op de schop gegooid om het nog meer in de stijl te brengen van Simbad's wereld. Dus inderdaad, het themagebied is nog niet helemaal af, alleen de nieuwe attracties. Ja, en Archipel is een waterspeeltuin, dus die gaat eigenlijk pas open echt in de zomer. Gelukkig is hij nou al open, maar ligt er geen water in. In de zomer komt er dus water in. Maar we hebben slecht... Het is niet wat tof, jongen. Precies. Maar we hebben toch een beetje slecht nieuws voor Archipel. Ja, Archipel, ook heel vet. Hier stond natuurlijk vroeger het doolhof helemaal plat gegooid. En daar is nu Archipel in de plaats gekomen. Deze waterspeeltuin is afgekeurd. Door de keuring is deze speeltuin afgekeurd. Hij mag dus eigenlijk niet open in de zomer met water. Hoe komt dat? Omdat deze put, die put die is te diep. Er staat bij de ingang dat het maar 30 centimeter ongeveer zou zijn. Het diepst hier ook qua water. En die put die is nou al diep. En moet je nagaan als daar nog hier helemaal water in gaat, dan is die put nog dieper. Dus daarom is hij afgekeurd. Ik weet niet wat ze er tegen gaan doen. Ik hoop snel iets. Maar ja, dat ging een beetje omhoog. Dat lost de Efteling wel op, dat weet ik zeker. Ja, hierachter, hier deze boot, dat is de boot van Simbad. Die zie je ook een stukje verder, maar deze is kapot. Want ja, Simbad die is natuurlijk aankomen varen en die heeft uiteindelijk zijn schip, ja, soort van hier aangemeerd. Dat is niet echt goed gekomen, want hij ligt hier in het water eigenlijk als er water in zou zitten. Heel veel mensen denken ook dat dat ook Simbad is. Maar Simbad staat alleen op die boot daar. Ook die man die in het midden hangt aan dat touw, ook niet Simbad, gewoon een vriend van hem, weet ik veel, een maat. Marcus, ik weet dat het niet mag. Zullen we hier gewoon gaan spelen of zo? Nee. Oké, let's go. Kom. Spelen. Oké, we zitten nou dus in zo'n hutje. Pikken donker, er is niet heel veel te doen. Maar het lijkt wel heel tof als hier zo meteen water in ligt. Ik vind het nogal heftig. Ik denk dat we hier beter weg kunnen gaan. Dat is zielig. Weet je waar we wel in gaan? Nou, Sirocco natuurlijk. We moeten weten hoe dat gaat. We weten natuurlijk dat, dat er uiteindelijk een storm is. En die boot van Simbad die gaat helemaal mee tijdens die storm die ervoor staat. Wij gaan erin. Het blijkt dus dat die ontzettend, maar dan ook ontzettend snel gaat, Marcus. Staat er een lange rij? Wat joh? Ondertussen zitten wij in de rij van Sirocco. Super veel zin in. Maar wat zei Marcus net dan? Want die vond het eerst niks. Nou, kijk, ik dacht van ja. Weet je wel, Monsieur Cannibal kan niet vervangen worden. Dat is gewoon. Maar dit vind ik wel echt super tof. Met het hele themagebied erbij en zo. Het is echt heel tof. En het wordt alleen nog maar toffer. Je moet er echt heen gaan, jongen. Het is echt super leuk. Meteen reclame voor de Efteling, jongens, alsjeblieft. Ja.
als je nou gaat ruiken. Naar die oude biers. Je ruikt echt die Oostische sfeer. Je ruikt. Ik weet niet waar je ruikt. Ik weet het niet. Geurstokjes. Je ruikt geurstokjes. Ja, echt geurstokjes. Rituals. Ja, een beetje aangebrand. Een beetje brandluchtje. Een beetje aangebrand. Een beetje brandluchtje is het eigenlijk. Het is wel grappig. Het is wel grappig. Oké, okay, boys, we zitten erin. We kunnen hem al ronddraaien. We zitten erin, zoals je ziet, hij is heel mooi versierd. Hier heb je allemaal fruit en dingen, Oostische dingetjes. Precies. En de achterkant is ook heel mooi versierd, zoals je bij dit karretje ziet. En we gaan beginnen, jongens. Ik ben ontzettend benieuwd. Het lijkt een beetje op Monsieur Cannibal natuurlijk. Ze hebben een beetje hetzelfde concept gebruikt, wat begrijpelijk is. Maar dan met bootjes. Het is echt heel tof, jongens. Iedereen gaat rond elkaar heen. Het blijkt dus dat hij nog heel snel gaat, tot nu toe niet. Maar ik denk dat er zo meteen wel verandering in gaat komen. Kijk hem draaien, jongen. Kijk hem draaien, jongen. Het is vet, hè? Ja, het is echt. Hij gaat al best snel, jongens. Oh shit! Oh, hij gaat echt snel. Hij is wel taai. Waar is hij? Oh, hij gaat echt heel snel, jongens. Hij gaat nog sneller dan Monsieur Cannibal. Zo, ik voel gewoon die kriebels. Oh, dit. Er is een gast die schuilt de hele tijd. Hey, vloggers, die zit bij ons hier. Ergens. Ik weet niet waar. Hij gaat echt snel. Blijf voor de storm is bijna voorbij. Aan boord blijven. Oh, coach, die gaat echt pauper snel nog. Ik deed echt super snel. Jongens, dit was hem. We gaan eruit. Kom mee. Ja, het is dus helemaal omgetoverd in het thema van de wereld van Sinbad. En eigenlijk komt het allemaal door de vogelrok. Dus, hip hip hoera, vogelrok. De vogelrok gaat natuurlijk over Sinbad. Die 7 reizen maakt in de spooks van 1001 Nacht. En zijn tweede reis is met de vogelrok aan zijn poot. Dus dat is eigenlijk wat de attractie inhoudt. Maar nou zie je eigenlijk alle andere avonturen van Sinbad. Zie je ook in het plein. En dat ga je ook zien in het Panorama Restaurant. Laten we daar eventjes naartoe gaan voor meer informatie. Ja, het Panorama Restaurant. De helft van het gedeelte wordt een Laplace. Al vrij snel, dus het contract van Laplace nou bij de ingang ongeveer, dat is klaar. Maar Laplace gaat dus hier naartoe aan de ene kant. En de rest van het Panorama Restaurant, want het zijn eigenlijk 2 restaurants, wordt helemaal omgetoverd in de stijl van de wereld van Sinbad. Er komen Oostische gerechten. Het gaat er ook Oostisch uitzien, want nu is het eigenlijk al heel wat jaren dit. Oké, jongens, we zitten in de vogelrok. We zitten in de attractie, dat is helemaal op zijn kop gezet gaat worden. Jullie horen de geluiden. Daar gaan we. Oh, oh. Varkens! 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 Oh! Oh! Nou, dat waren nog eens toffe beelden vanuit de vogelrok van ons. Dat was tof, jongen. En dan willen wij nu de video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ga zeker ook lekker naar de Efteling om het nieuwe themagebied te ontdekken. Hoe vonden we het? We vonden het super tof. Het was echt heel leuk. Het is fantastisch. Het is, zeker gaan checken. Precies. En is er eigenlijk nog maar één ding dat we hoeven te zeggen. En dat is... Tot de volgende. En houdoe.